Waarom aardappelen snijden? Tekort aan aardappelen. Of beter pootbaar te maken. Of kosten teelt te verlagen. Misschien nog wel meer redenen. Meestal alleen de dikke maten. Het mag hier niet met aardappelen voor de poot geteeld, om verspreiding van ziektes uit te sluiten. In het verleden bij handmatig snijden werd ze op een klein stukje na doorgesneden. En na een aantal weken wondheling losgebroken. Bij handmatig snijden en planten is het beste om ze in de lengte te snijden om een mooie verdeling van de kiemen te krijgen. En laat ze op elkaar liggen. Deze zijn een week geleden gesneden. De eerste knol heb ik los van elkaar gelegd en zijn behoorlijk uitgedroogd en verouderd. En deze heb ik tegen elkaar laten liggen en heeft ook al een goede wondheling en zijn in veel betere conditie. De kiemen op de top komen altijd het beste los. Maar op de rest van de knol zit ook nog een aantal slapende ogen. Door de knol overdwars te snijden worden deze ogen gestimuleerd om los te komen. Zoals hier na een week zichtbaar is. Dwars doorsnijden maakt het mogelijk om dit machinaal te doen. En maakt het machinaal planten ook mogelijk. In vlog 170 van Jilles Boer krijg je uitleg over het machinaal snijden. Zodra deze op YouTube staat, kun je deze link op het eindscherm aanklikken. Bedankt voor het kijken.